vandaag gaan we praten over, ja, je kunt een ambitieuze stadsvisie hebben. En uw burgemeester, mevrouw Verven, zal het straks echt veel beter inleiden. Maar je zult in deze tijd ook keuzes moeten maken. Want we weten het allemaal, de bomen groeien sinds 2008 niet meer in de hemel. En dat betekent dat we hier straks gaan praten met het college. Dames en heren, een stadsdebat houden over bezuinigingen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Schiedam daarmee een unieke positie inneemt. Het is geen populair onderwerp. Het is zeker ook geen gemakkelijk onderwerp. Om juist over datgene wat je niet meer gaat doen met de burgers te gaan spreken. Heeft dat nou nog wel zin dat wij nu nog komen? Natuurlijk heeft het zin. Sowieso omdat dit gemeentebestuur, college en raad altijd luisteren naar de burger. Dat wil niet zeggen dat we altijd kunnen doen wat u zegt, maar we kunnen wel uitleggen waarom iets wel of niet gedaan wordt. Dat is één. Dus uw mening is belangrijk. Op de tweede plaats is er ook nog ruimte om iets te doen. We kunnen niet alles meer omgooien als het om de begroting voor 2011 gaat. Maar u heeft kunnen lezen dat we een meerjarenbegroting presenteren. Dat wil zeggen dat we over het jaar 2011, 12, 13 en 14 met elkaar moeten nadenken. En over al die jaren een sluitende begroting moeten presenteren. Waar gaat het mesje in? En waar zegt u, daar blijven wij absoluut met onze vingers af? Ja. Nou, het liefst zou ik overal afblijven, want het is natuurlijk uniek dat we zo'n verscheiden aanbod van culturele voorzieningen hebben in de stad. Ik denk dat het ook goed is, maar een aantal dingen waar ik in ieder geval niet aan wil komen. Alles wat te maken heeft met cultuur, educatie en wat er toe bijdraagt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Alles wat bijdraagt aan de leesbevordering, want dat heeft ook te maken met ontwikkeling natuurlijk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor, er moet wel iets van verscheidenheid zijn, want dat maakt het ook leuk om in Schiedam te wonen en om er te komen. We hebben natuurlijk, nou ja, ik noem eigenlijk alleen maar alles op wat moet blijven. Ik denk dat... Dan zegt u al die basale dingen. Ja, en eigenlijk alles wat voor de inwoners van Schiedam echt heel belangrijk is, dan moet natuurlijk wel op een of andere manier stand houden. Maar goed, ik heb van u begrepen dat u zegt, ik hou niet van de kaasschaafmethode, overal een plakje af. Maar waarvan zegt u, daar zullen we dan toch misschien een culturele veer moeten laten? Ik denk dat we bij de professionele instellingen die we hebben heel goed moeten kijken of er op een of andere manier in de samenwerking wat efficiëntievoordeel te halen is. Geeft u dat dus de bekende handjes en voetjes? Ja, nou, we hebben het natuurlijk, wij vinden het allemaal zo heel belangrijk dat die historische collectie of het historisch besef in Schiedam een aandachtspunt is. Nou, we hebben verschillende musea die zich daarmee bezighouden. Misschien zit er wel winst in als je probeert om dat samen te presenteren. Nou, er ligt een enorme uitdaging voor ons. En niet alleen om te kijken waar we kunnen bezuinigen of een efficiëntieslag kunnen maken, want dat is natuurlijk ook waar. Gewaardeerde producten kun je soms op een hele andere, dat wil zeggen goedkopere wijze, handhaven. Hetzelfde product tegen minder geld daarvoor en dan maak je een efficiëntieslag. Als je nou gaat inzoomen, dan heeft de gemeente ook veel te maken met hele concrete dingen als sportaccommodaties. Ja. Gaat vaak heel veel geld naartoe. Klopt. Mensen willen sporten, terreinen moeten gemaaid worden, die willen het allemaal niet weten. Gaat daar toch ook het aardappelschilmesje in? Nou, we proberen daar wijze besluiten te nemen. En waar we nu mee geconfronteerd worden is ook achterstallig onderhoud waar het de sportaccommodaties, sportterreinen betreft. En we zijn nu aan het kijken of we middelen kunnen vrijmaken om die achterstand in te halen. We gaan voor twee goed geoutilleerde sportparken, zoals we dat noemen. Maar daar moeten natuurlijk wel de centjes bij gevonden worden. En daar zijn we nu druk mee bezig. Wat is de eigen beleidslijn? Ja. Kijk, als het gaat om de dingen waarvan wij zeggen van nou, daar nemen we hoe dan ook verantwoordelijkheid in. En dat ik ook een stap naar voren zet. Dat zit in de hoek van de inbreng van Schiedammers in wijken en buurten. De afgelopen jaren hebben we daar door onze inspanningen, maar ook via onze begroting, zwaar op geïnvesteerd. En in de dagelijkse politieke discussie hebben we het vaak over de zaken die nog beter kunnen. Maar volgens mij zijn we de afgelopen jaren echt bezig geweest met het vergroten van vertrouwen van de Schiedammers in ons werken. Dat hebben we bij de stadsvisiedebatten gezien, maar dat zie je ook in de verschillende wijken. Voor de openbare ruimte is het een best wel een dilemma. En dat betekent
Wij worden al jarenlang door de provincie bevraagd op... kom met een meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma. Ja. De grote projecten in de stad. En nou, die hebben we de afgelopen jaren hebben die al in beeld gebracht. Wat we nou daadwerkelijk in onze stad zouden moeten doen... om ons achterstallige onderhoud, en die is best fors... om dat weer enigszins op orde te krijgen. En dan hebben we het toch over grote investeringen. En, noem eens iets, want... Als ik kijk alleen al naar de bruggen, de Proveniersbrug, iedereen die er overheen loopt, die hoeft maar naar het dek te kijken en ziet van deze is niet helemaal goed meer. Maar iedereen heeft ook wel in de krant gelezen dat er wat kaders aan het verzakken zijn. Die kaders liggen er al honderden jaren, maar daar moet nu toch wel wat aan gaan gebeuren. En die moeten onderhouden worden. En dat kost heel veel geld. Op het moment dat we grof gaan investeren met groot onderhoud, hebben we ook wel direct gezegd, nou dan kan het dagelijks onderhoud, het schoffelen en het snoeien, kan misschien wel toch wel een tandje lager. Als we het met die grote projecten beter gaan doen, dan kunnen we aan de andere kant ook iets minder gaan doen. En dat is dan de bezuiniging die ook wel wordt gerealiseerd in de openbare ruimte. Die woningmarkt, dat is mij in die discussies over die stadsvisie ook heel duidelijk gemaakt. Dat is een superbelangrijk item in Schiedam. Je moet woningcarrière kunnen maken. Grondgebonden woningen, we willen allemaal een tuintje. We hebben hier heel veel gestempelde bouw uit de 60 jaren, waar in Nieuwland een majeure vernieuwingsslag is gepleegd. Maar het blijft natuurlijk best een heel belangrijk zorgelijk aspect. En hoe ga je daar nou mee om? Nou, we zijn natuurlijk drukdoende. En het tij zit niet mee. Dat moeten we eerlijk beseffen. En collega Mostert gaf het net al aan. De economische crisis die hakt er goed in. We hebben gewoon enkele delen in Nieuwland. Die liggen al een tijdje braak. We gaan dat toch proberen met onze corporatie uit te komen. Om toch maar weer die voortgang te maken. Zodat daar ook grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden. We zien dat daar nog wel enige vraag naar is. Ook andere projecten proberen we op gang te krijgen. Dat betekent dat we toch wel wat blijven doen aan de woningpromotie in Schiedam. Misschien niet zoveel als vroeger. Het is wel van belang. Wat we helaas wel moeten gaan snijden, want ja, er moeten ook keuzes gemaakt worden. En dat is best wel een dilemma, is dat net als dat Vrom een paar maanden geleden gestopt is met de startersleningen, gaat ook Schiedam daarmee stoppen. We hebben nog wel wat budget, dus dat loopt nog wel enige tijd door. Maar er zal niet meer nieuw budget komen. Waar ik nu bevreesd voor ben, want waar zitten de meeste bezuinigingen in mijn portefeuille? Ja, Maarten Groene gaf aan, de klap komt nog vanuit Den Haag. Die klap is in de portefeuille werk en inkomen al gekomen, omdat het Rijk meent te moeten schrappen in de bijstandsuitkeringen. En dat zeggen ze, dat komt omdat het aantal mensen dat bijstand geniet is fors is afgenomen. Maar uit de praktijk constateer ik iets heel anders. Dat is namelijk zo dat vanwege de economische crisis mensen eerst even bij het UWV-klant zijn, maar inmiddels wel bij de gemeente aankloppen. En juist die mensen willen wij graag weer aan het werk helpen waar het UWV dat niet gelukt is. En dat is raar, want die bijstand is namelijk heel duidelijk van het Rijk naar de gemeente geschoven. Dat is één, maar het Rijk wil meer naar ons toeschuiven als ik het kabinet Rutte 1 mag geloven. En ik vind het niet erg dat wij de UWV-taken erbij krijgen, want dan kunnen we vanaf moment nul mensen begeleiden naar een baan of een stukje scholing. Dat is ontzettend nodig, ook vanuit mijn onderwijsportefeuille is dat een belangrijk aandachtspunt. Maar er blijft altijd een groep Schiedammers die op een bepaalde leeftijd is gekomen of op een bepaald niveau qua opleiding zit, die heel moeilijk bemiddelbaar is naar de arbeidsmarkt. En ik maak me zorgen over het idee dat langzamerhand steeds meer leeft. Dat blijkt ook uit het regeerakkoord, dat soort mensen toch wel voor zichzelf kan opkomen. Dat is een illusie. Daar moeten wij dus die mensen in helpen. Waar moet je dan toch ook de knip dicht houden? Want zij zijn ook duidelijk. Hè? Kijk, vanuit het Rijk is het heel eenvoudig. Bij ons is de knip al dicht gedaan op het gebied van de bijstand. En wij proberen dat voor een stuk terug te verdienen door intern te gaan samenwerken met Schiedam, Vlaardingen en ervoor te zorgen dat mensen op een andere manier binnen de organisatie gaan werken, door we een paar miljoen bezuiniging weer kunnen terugpakken. Maar dat doen we zelf. Dus in principe moeten we ruim 4 miljoen van het Rijk al bezuinigen en we proberen dat te halveren. En we zullen ook kijken naar hoe wij bijvoorbeeld op dit moment met de bijzondere bijstand omgaan. Maar ja, nu die gemeente als dienstverlener. Ja. En wij denken vaak dat het een soort supermarkt is. U vraagt, wij draaien. Maar daar heeft die gemeente het vaak toch hartstikke moeilijk mee. Want er komen duizenden vragen op je af. En de burger voelt zich al vaak klant, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Ja, wij ontmoeten de burger in diverse rollen. Ik denk dat het ver gaat om dat vanavond aan te halen in welke rollen dat is. We krijgen tot 2015 de tijd om het antwoord voor onze burger te geven. Dus dan wordt de gemeente het centrale regieloket om alle vragen die de burgers hebben, om die door te geleiden. Dus dat is een enorme taak die er bij ons op ligt. En we hebben daarvoor ook een dienstverleningsconcept voor meerdere jaren gemaakt. En dat kan natuurlijk ook niet vrij blijven van goed nadenken van moeten we bestrijden
besteden wat we besteden. Nou is dat al een minimaal pakket geweest. We hebben gezegd wettelijke taken plus de serviceverlening aan onze eigen burger. En wat wethouder Hekman en ondergetekende gedaan hebben, is nog eens kijken van hoe doen wij dat in eigen huis. En wat we gedaan hebben is de organisatie eruit gehaald, zodat de taken weggezet zijn bij onze eigen organisatie. En dat is een enorme extra inspanning. Want je zult dus ook merken de komende tijd dat onze ambtenaren heel veel stappen meer en extra moeten gaan zetten om toch dat extra werk, wat we absoluut nog met elkaar gaan uitvoeren, ook verwerkt te krijgen. En ook nog aan de doelstellingen die we met z'n allen hebben te bereiken. Goed. Schoon, heel veilig. Ja, dat zit toch in uw portemonnee, zegt u? En niet te vol. Ja, daar zullen we het straks over hebben. Maar ik word hier gesouffleerd, begrijp je. Maar het is wel datgene waar u zich ook mee moet bezighouden. Ja, nou, het hangt heel veel met elkaar samen. Schoon, heel en veilig. Het is de beleving van de burger, hoe de stad is. Schoon, heel en veilig. Maar ik zal me nu beperken tot veilig. En natuurlijk, ook veiligheid gaat een steentje bijdragen aan de bezuinigingen. En dat is hell of a job, kan ik u vertellen. Want ook de politie heeft het regionaal heel erg moeilijk. Zeker in Rijnmond. Nou hebben wij steeds ons beleid niet alleen gericht op de repressie. We hebben met name onze eigen lichtblauwe brigade die steeds meer de straat op is gegaan om te kennen en de personen te kennen en herkend te worden. En om vanuit de preventie eventueel naar de repressie te gaan handelen. Dus dat is kostbaar. Maar ook die lichtblauwe brigade die gaat er nog een paar taken binnen hun huidige takenpakket bijnemen. Daarnaast zijn wij als gemeente Schiedam de enige gemeente naast Rotterdam en Vlaardingen en Maassluis en Hoek van Holland die extra geld geïnvesteerd hebben aan het stationsgebied om daar veiligheid en bewaking neer te zetten. Die huren we in. Dat hebben we jaren gedaan. De NS doet daar zelf ook een heleboel aan. Dat mag een keer eindig zijn. Zeker als je ook bedenkt dat op de NS zelf een beroep gedaan wordt om voor de veiligheid op de stations te zorgen. En dat betekent dat diezelfde lichtblauwe brigade ook weer naar de stationsterreinen moet gaan. Mevrouw Verven, goedenavond. Goedenavond. We zijn vanavond bijeen, maandagavond in de Grote Kerk. Niet voor een gezellige avond. Wat staat er vanavond op programma? Nou, vanavond spreken we over wat de gemeente wel en niet met haar geld kan gaan doen de komende jaren. Waarom deze opzet? Nou, om de mening van onze burgers goed te horen. Om de raadsleden de kans te geven te luisteren wat onze burgers belangrijk vinden. We hebben natuurlijk voor 2011 al een heel eind de begroting gereed. Maar 2012, 13, 14 en 15 komt er achteraan. En dan is het heel erg belangrijk dat we voor die langere termijn weten waar de burgers aan hechten. En waarvan ze zeggen dat daar mag u de keuze maken om iets minder te doen. U zei zelf al in uw inleiding, ja, mensen zijn een beetje zo van, ja, maar dat is al lang geregeld. Dat heeft u tegengesproken. Ja, nee, we hebben natuurlijk wel ons ding gedaan, want dat is de hele zomer. Dan denkt iedereen van dat gemeentebestuur dat ligt op zijn lauren. Maar dan zijn we met de organisatie bezig om de begroting voor te bereiden. En dan moeten we er na de zomervakantie met elkaar over gaan spreken. Dus we hebben wel te degen een richting. Want we kunnen het de burgers niet aandoen dat ze een gemeentebestuur hebben die geen visie hebben en gaan zitten wachten en één op één zeggen van dat doen we niet, dat doen we wel. Nee, we hebben met elkaar ook gezegd van wat is belangrijk voor de stad, wat hebben we afgelopen jaren allemaal van de burgers gehoord. Welke richting hebben we in de stadsvisie uitgezet? Wat staat er in het coalitiewerkprogramma? En dat allemaal tezamen, dat bepaalt een richting. En dan zeggen we op een gegeven moment, nou, welke stad willen we en kunnen we zijn? En hoe gaan we dat invullen? En wat we niet meer kunnen, wie kan het dan wel? Nu hebben we er net al geluisterd naar Victor de Koning in gesprek met mensen uit de zaal. Nu wordt man en paard genoemd. Er wordt concreet gezegd, die organisatie kan wat mij betreft bezuinigen, die er mag geld erbij. Is dat pijnlijk? Nou, dat is kritisch en dat kun je als pijnlijk ervaren. Maar ik denk dat je vooral goed moet luisteren, ook als je die organisatie zelf bent. Er is vanavond bijvoorbeeld een mevrouw geweest die gaf aan, bibliotheek gaat terug naar je kerntaken. Hetzelfde wat wij als gemeente eigenlijk doen, terug naar onze kerntaken. Er is ook uitgesproken van investeren in de Schiedammers zelf. Alleen ja, onze bezoekers zijn ook heel belangrijk. Dat is ook, zijn ook de inkomsten voor. Dus het moet altijd in breder verband gezien worden. Maar de burgers geven wel aan wat ze heel erg belangrijk vinden. En dat is nooit pijnlijk, dat is altijd belangrijk.
Wat wel belangrijk is om op te merken is dat niet alleen vanavond de mensen in deze kerk aan het woord komen en hun zegje kunnen doen. Maar er is ook een enquête via het internet uitgezet. Ja, die hebben we eind vorige week uitgezet. We hebben sowieso een internetpanel waar we met regelmaat beroep op doen. Dat zijn 2200 Schiedammers door die diverse lagen van de bevolking. Dus jong en oud en hoog en lager opgeleid. Die benaderen we vast. Dat is ons enquêtepanel. Wordt ook iedere keer vernieuwd. Dus dat is niet iedere keer dezelfde groep. En iedereen die wil, die kan op onze website meedoen aan de enquête. Ten slotte, u zit zelf ook te luisteren. Het gaat ook over uw portefeuille. Wat was de opmerking, even nu gezien, wat u het meeste opviel van iemand uit de zaal? Nou, ten aanzien van mijn eigen portefeuille heb ik nog niet zoveel opmerkingen mogen beluisteren. Maar de opmerkingen die me het meest opvielen was dat hele jonge burgers heel goed kijken naar welk product verwacht ik bij een instelling. Waar zijn ze eigenlijk voor? Wat is belangrijk voor de Schiedammers? En dat vond ik toch wel een hele verstandige opmerking. Meneer, goedenavond. Goedenavond. U bent vanavond de gast hier in de kerk. Er wordt gesproken over bezuinigingen. We zijn even op het moment dat mensen stickers kunnen plakken bij waar wel, waar niet bezuinigen. Waar heeft u geplakt? Ik moet nog gaan plakken. Maar ik wil vooral gaan plakken op het gebied van subsidie aan musea. Want ik vind gewoon dat de museakaartje best wat in kostprijs omhoog mag gaan. En waarom? En ieder die naar een uitvoering gaat van een artiest, die betaalt gif 15, 17 euro. Iemand die naar een voetbalwedstrijd gaat, die betaalt ook meestal meer dan dat bedrag. En waarom dan niet als je 3 tot 4 uur je kunt verpozen op een aangename manier in een museum? Waarvoor zou dat kaartje niet duurder mogen zijn? En ik denk dat je op die manier, en ook door de openingstijden desnoods wat geconcentreerd te maken tussen 10 en 4, dat je op die manier best een deel van de bezuiniging zou kunnen terugverdienen. Mevrouw, goedenavond. Goedenavond. Er wordt gesproken vanavond over bezuinigen. Wat is een punt waarvan u zegt, nou, daar kan best wel op bezuinigd worden? Nou, ik wil het echt omdraaien. Ik heb me aangesproken gevoeld door juist wat er door een van de bewoners is gezegd. Het zou gewoon niet bezuinigd moeten worden op juist wijkzaken. Wijkgerichte aanpak, daar zou niet op bezuinigd moeten worden. Ja, net als thuis in de portemonnee, als je het ene niet bezuinigt, zou je toch ergens anders het geld moeten vinden. Had u al iets in gedacht of zegt u, daar moet ik nog over nadenken? Nou, daar moet ik eigenlijk nog over nadenken. Ik weet op dit moment niet precies waar dan eventueel op bezuinigd zou moeten worden. Meneer, goedenavond. Goedenavond. Er wordt gesproken over bezuinigen. U mag stickertjes plakken. Wat kan wat u betreft een tandje minder de komende jaren? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik zou ook wel graag willen weten wat de uitgaven zijn voor de verschillende onderdelen om het goed te kunnen afwegen. U bent niet zo dat u zegt van nou, ik roep maar wat van dat vind ik toch niet leuk, dus maar bezuinigen. U wil eerst weten wat kost het en wat kan er vanaf. Ja, precies. En ook meer in detail waar je dan eventueel op zou kunnen bezuinigen en niet op algemene onderwerpen. Mevrouw, goedenavond. Goedenavond. Er wordt vanavond gesproken over bezuinigen. Nou, u bent van de generatie, u weet wat het is om zuinig te leven. Wat kan er in Schiedam een tandje minder? Een tandje minder? Ik vind de feesten die gegeven worden. En voornamelijk in Nieuwland vind ik wel dat er heel erg veel feesten gegeven worden. U zegt, u hoeft niet elke maand te dansen. Er hoeft niet iedere week een feestje gegeven te worden. Dat is echt niet nodig. Mevrouw, goedenavond. Goedenavond. In het licht, waar mag er wat u betreft op bezuinigd worden de komende jaren? Wat bezuinigd worden? Nou, er wordt behoorlijk wat bezuinigd. Maar wat is het eerste wat u in gedachten springt? Dat is onze verenigingen, het wijkoverleg. De wijken die echt een beetje weer echt in de normaliteit moest terugkomen. Gezellig, met wat bloembakken en een beetje. En de mensen natuurlijk. Maar dat betekent dat daar aandacht aan gegeven moet worden en geld. Maar waar zou u geld willen weghalen om het betaalbaar te maken? Zakken. Nee? Mevrouw, goedenavond. Ja, goedenavond. Er wordt vanavond gesproken over bezuinigen. Er moet ergens bezuinigd worden in Schiedam de komende jaren. Wat is het eerste wat bij u op is gekomen? Nou, dat vind ik heel erg moeilijk. En ik kan niet zomaar iets gaan roepen. Dus daar moet ik echt goed over nadenken. Want je kunt natuurlijk heel veel schade toebrengen als je zomaar ergens gaat bezuinigen. Dus ik heb stickertjes geplakt op wat ik belangrijk vind. Dat is kunst en cultuur en het schoonhouden van de stad. En dat mensen een beetje, als ze dus onverhoopt hun baan kwijtraken en ze zijn al wat ouder, dat ze op een sociale en een nette manier opgevangen worden. Mevrouw, goedenavond. Ik begin bij u. Ja, niet schrikken. Waar mag er wat u betreft op bezuinigd worden in Schiedam? Waar mag er op bezuinigd worden in Schiedam?
Ik vind het gewoon heel erg moeilijk om daarover te praten. Omdat er zoveel dingen nog spelen. En ik eigenlijk nog niet op alles op de hoogte ben. Dus, en daarvoor ben ik hier om gewoon wat meer inzicht in te krijgen in dat soort dingen. En dat vind ik gewoon heel erg prettig. U wil meer informatie nog? Zonder meer. Dank u wel. Okay. Ik loop gelijk door, meneer. Goedenavond. Terwijl de koffie ja, is nog lekker, zie ik. Er moet bezuinigd worden. Ja, het is of het een of het ander. Wat is het eerste wat bij u naar binnen schoot? Nou, voor wat ik denk, heel misschien sport en recreatie. Kijk, dan in ieder geval niet op wonen. Want als je gewoon goed woont, dan krijg je ook wel meer geld. En dan, ja, en wie weet dat je dan ook wel weer wat meer mogelijkheden krijgt. Maar u zegt bezuinigen op sport. Hoe ziet u dat? Nou, minstens van, je hebt dan exploitatie van verenigingen. Wie weet dat verenigingen ook zelf ook wat kunnen bijdragen eraan. Of op een andere manier, want zoals er al verteld werd, ook meer ondernemers worden. Dank u wel. En dan ga ik tenslotte naar u. Waarom niet, mevrouw? Goedenavond. Ja, ik ben ziek, dus ik... Ja, maar dat geeft niet. Ik hoor u goed. Maar is het niet iets waarvan u zegt, van daar zou ik op willen bezuinigen in Schiedam? Nou, bezuinigen zeker niet. Maar ik bedoel, wat ik heel erg zonde vind, is dat er veel bomen weg moeten voor nieuwbouw. En dat vind ik heel erg zonde. Nou ja, daar moet dus niet op bezuinigd worden? Daar mag niet op bezuinigd worden. Heer, goedenavond. Goedenavond. Er moet bezuinigd worden in Schiedam. Dat is al een nawoord, maar het moet gebeuren. Waar denkt u zelf aan? Veel dingen voor ouderen. Bezuinigen op dingen voor ouderen? Ja, want Schiedam is toch wat te weinig voor de jongeren. Ja. Wat denkt u dan aan? Wat mogen ouderen niet meer doen wat u betreft? Ze mogen alles doen, dat is het probleem niet. Maar er moet ook gekeken worden naar veel meer faciliteiten voor jongeren waar ze ook terecht kunnen na school. Want merendeels gaat meer gaat ook echt de straat op. Maar ik geef een voorbeeld. Stel dat jongeren bijvoorbeeld meer uitgaansgelegenheden willen hebben. Misschien was u het wel, werd er net gezegd. En u zegt dat die kosten daarvan moet je ergens weghalen bij de ouderen? Nou, op zich kan je het overal wel een beetje van afhalen. Zodat het niet te veel schade is voor elk object eigenlijk. Maar u zegt met andere woorden, overal een klein beetje weghalen. En dat vooral in de pot voor jongeren doen. Ja, vooral ja. Er wordt vanavond gesproken over bezuinigingen. Dat is een nawoord, maar het moet gebeuren. Als het één geld kost, moet je bij het ander weghalen. Wat u betreft, waar kan het een tandje minder? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te bepalen. Maar ja, misschien toch wel met die sporthallen, denk ik. Want die zijn er al. En ik denk dat het belangrijker is om geld aan uit te geven om ze dan beter te exploiteren. Dus meer geld uit te geven aan de activiteiten die er plaatsvinden. Maar gewoon goed onderhouden met wat er al is. Wat zou voor u vooral niet op bezuinigd mogen worden? Ik denk op het wijkwerk en zeker de initiatieven van bewoners zelf. Dus juist hen daarbij ondersteunen. En inderdaad, wat vanavond al gezegd werd, het enthousiasme is er al. En ik denk dat daar gewoon goed gebruik van gemaakt moet worden. Meneer, goedenavond. U was net... Ja, dat is een lekker lampje. Hey. Hallo. Hallo. Ja. Nou, dat is leuk. Moet bezuinigd worden. Nou, u bent op een leeftijd dat u dat al... U heeft dat al in uw leven best wel een paar keer meegemaakt. Maar nu moet de gemeente bezuinigen. Wat kan wat u betreft bij de gemeente een tandje minder? Ik vind... even denken hoor. Ik vind gewoon... als je van de jeugd af blijft... van de nette boel, dus de mooie straten... Dan mag je van mij overal een plukkie. Want je moet toch op de een of andere manier... Maar... De ouwetjes met rustlaag. Kijk eens of ik goed kan inschatten wat er vanavond gebeurd is. Ja, ik durf het niet te zeggen, anders denken ze, de koning die kopt het balletje wel in. Ja. Maar... Ja. Nee, de mensen die hier vanavond aanwezig waren, die hebben heel nadrukkelijk vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de cultuur. We hebben het over ons stedelijk museum gehad, het Jenevermuseum. We hebben het over de bibliotheek gehad. En het belangwekkende voor de stad, dat is denk ik hier nadrukkelijk naar voren gekomen. Ik mag in ieder geval vanavond zeggen. U heeft in ieder geval dit resultaat met elkaar bepaald. En u, dat zijn niet de collegeleden geweest, dat zijn niet de raadsleden geweest en dat zijn ook niet de ambtenaren geweest. Die hebben het stickervel niet gekregen. Die zijn op een ander moment aan de orde. En als u weet dat er vanavond, hoeveel stickervellen, Paul, 68 stickervellen zijn uitgedeeld, dan vind ik dat helemaal geen slechte opbrengsten voor vanavond. Dus dit is een uitslag die we ook zeer serieus gaan meenemen.
Nou, dames en heren, met die positieve intentie en vanuit de wetenschap dat we op jaarbasis 280 miljoen nog kunnen besteden, een enorm bedrag, aan die stad, dus dat we echt wel accenten met elkaar kunnen zetten, dank ik u voor de inbreng. Het is niet de laatste keer dat we met elkaar over die punten gaan spreken, maar ik hoop diezelfde betrokkenheid en de betrokkenheid van de mensen die er nu zijn ook te kunnen voelen in die 2 maanden die we met elkaar gaan om de begroting vast te stellen. En ook daarna zal de discussie heel erg belangrijk zijn en hebben we u nodig om dat meedoen aan die stad ook inhoud te geven. Want zonder u kunnen we dat niet met elkaar.